Gene, je kunt weer lachen. Als jij lacht, lach ik ook. Nee, natuurlijk kan ik wel lachen. Het was een goede avond van ons, een goede overwinning. En daar zijn we hartstikke blij mee. Van de week was mijn vraag, wat vond je van het spel? Dat is ook vanavond mijn tweede vraag. Wat vond je van het spel? Ik vond ons op eerste 10 minuten na, vond ik ons iets te slordig aan de bal. En gaven geloof ik 1 of 2 corners zo nodig weg, dat het scrimmage was. Vond ik ons daarna gewoon prima. Steeds beter in de wedstrijd komen, steeds meer drang naar voren. Een aantal mogelijkheden gecreëerd. Scoren wel een, 2 prima goals. 1 uit de standaard situatie. En de tweede was gewoon een prachtige goal van Heijter, een verre hoek. Dus we kregen controle over de wedstrijd na de eerste 10 minuten. Ja, en ik vond ons, waar ik voornamelijk blij mee ben, is dat we dat konden doortrekken in de tweede helft. Waarin we echt talloze kansen gecreëerd hebben. En, met elkaar geknokt hebben. Veel tweede ballen hebben gewonnen. En uiteindelijk vind ik verdiend gewonnen. Ja, het vertrouwen neemt dan ook toe, hè, in een aanval. En dan speel je ook veel meer op de helft van de tegenstander. Middenvelders die ook echt steekballen geven, ballen weer naar voren spelen. Ja, zal je deugd doen? Nou, zeker. Kijk, nogmaals, wat ik zei vorige keer. We zijn continu mee bezig. En uiteindelijk is het een weg die een ploeg moet bewandelen. En de ene keer is het iets meer dan de andere keer. Simpel zat. Maar nogmaals, waar ik voornamelijk blij mee ben, is ons positiespel. Die we in de tweede helft konden doortrekken. En de aantal kansen die we gecreëerd hebben. Ik vind dat de score iets hoger hadden kunnen uitvallen. Maar goed, desalniettemin, het is een wedstrijd die we eigenlijk volledig gecontroleerd hebben en uiteindelijk niet verdiend hadden. Ja, we moesten niet overdreven negatief zijn. Zijn we vanavond misschien overdreven positief of mag dat ook wel een keer? Dat mag ook een keer. Ik bedoel, kijk, je mag ook kritisch zijn, dat is geen enkel probleem. Hè. We hebben het over gehad. Maar nogmaals wat ik zei, we moeten het in het juiste perspectief zien. Waar deze team vandaan komt, wanneer is het allemaal tot stand gekomen, et cetera. En als het dan nog eens minder is, ja, dan mag het ook benoemd worden, geen enkel probleem. Alleen een enige balans en nuance is, vind ik, op zijn plaats. En vanavond natuurlijk mogen we blij zijn de wijze waarop we gewonnen hebben. En ook zonder echte kleerscheuren, hè? Want een aantal spelers heeft best een zware periode gehad met 3 wedstrijden. Zijn jullie niet allemaal gewend, dus ook op dat gebied een winstpunt? Ja, absoluut. Het is zelfs 4 wedstrijden in 2 weken. Het is ook zo'n behoorlijke aanslag op je lichaam natuurlijk. Maar goed, dat zijn profs, die trainen hard en die zijn fit. Dat was prima. Ze zijn goed doorgekomen. Natuurlijk, een aantal jongens hadden we eigenlijk en moesten we sparen in verband met medische aspecten, zoals Tom Boer. Alles bij elkaar zijn ze prima doorheen gekomen en zijn we blij mee. En dus een glimlach bij de trainer? Glimlach bij de trainer en bij jou. Ik ben blij om te zien.